Hallo allemaal, welkom bij Towerworks. We gaan het hebben over kristalwater in soda. Met andere woorden, hoeveel hydraten zit er aan 1 mol soda? Hoe gaan we dat doen? Ik heb hier een bekerglas. Ik zet eerst mijn weegschaal op 0. En dan hebben we dit gewicht. En daar gaan we ongeveer 4 gram in doen. We wegen nu ongeveer 4 gram nauwkeurig af. Deze gaan we op de brander zetten. Ik heb hier de brander staan. We merken met vuur dus. De veiligheidsbril gaat op. De vlam gaat aan. En die gaan we verwarmen. En dan moeten jullie goed noteren wat jullie allemaal zien gebeuren. We halen de brander onderweg. En we laten hem eerst even afkoelen voordat we hem op de weegschaal weer zetten. Het bekerglas is genoeg afgekoeld als je hem rustig op je hand even kan laten staan. Nu gaan we hem wegen. Jullie hebben het verschil kunnen zien tussen gedroogde soda en gewone soda. Maak nu de vragen in jullie werkboek of op towerworks.nl. En heb je nou wat gehad aan het filmpje, doe dan een duimpje omhoog. Ik zie jullie weer de volgende keer in het lab. En vind je dit nou een leuk experiment? Misschien vind je deze ook wel leuk.